Ja, ik heb een stichting. Die stichting die heet Fix the Reef. Die stichting heeft als doel het beschermen van de koraalriffen in de wereld. En dat doen we op verschillende manieren. Dat doen we op locatie. Maar dat doen we ook door andere stichtingen die al op locatie zijn. Want er zijn er meerdere van te stimuleren, te helpen. Soms financieel, soms met kennisuitwisselingen. En op dit moment zijn we bezig met het ontwikkelen van een programma waarbij duikshops in de hele wereld. Als je ooit hebt scuba diving hebt gedaan, weet je dat duikshops, duikscholen altijd op de mooiste plekken zitten met de mooiste koraalriffen. Dus overal waar een mooi koraalrif is, is ook een duikshop. Wat we aan het doen zijn is een programma ontwikkelen om het redden, schoonhouden, onderhouden van koraalriffen die aangetast worden door alles wat er gebeurt in de wereld, om die kennis over te brengen naar die lokale duikshops, zodat zij daarmee voor met de natuur begaande mensen een programma kunnen aanbieden, een type excursie of duik die gaat over het redden van koraalriffen. En daar is heel veel interesse in. Dus wat je dan krijgt is een win-win-win situatie, waarbij en de duikshop iets extra's kan aanbieden waar ze geld voor kunnen vragen, waarbij de toerist iets nuttigs doet op het moment dat hij op vakantie is, en waarbij dan ook nog deze hele boodschap gemakkelijker verspreid wordt in dat wereldje. Dus dat zijn type dingen die we doen met die stichting.